Goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe film van Preston Innovations. Vandaag neem ik jullie mee in het Method Vierderen. We zijn in Benschop. Dit is een mooie vijver met een mixbestand van karper en brasem. Ik heb al langzaamaan mijn spulletjes opgebouwd en ik wil jullie graag meenemen in hoe ik mijn voer klaarmaak. Ik vis vandaag met de Match Method Mix Marine en de 2 mm Fin Perfect Pellets. Ik hou met Method Vierderen ervan om het simpel te maken. Het heeft geen enkele zin om verschillende voeren alles klaar te maken. Het is een ritme en een regelmaat, maar daar zal ik jullie zo meteen meer over vertellen. De Match Method Mix Marine is voor mij de keuze voor de Method Feeder, omdat het een zwaar voer is. Met de Method willen we geconcentreerd vissen op de bodem en met een licht voer gaat het allemaal dwarrelen en ik wil dat het strak op de bodem blijft liggen. Hoe ik dit aanmaak? Ik heb mijn baittube en deze vul ik met voer. Exact op de rand. Wat overigens een leuk detail is bij de Match Method Mix. Er zit altijd een Preston Innovations Method korf in de zak. Ik heb hier 1 bak met voer. Deze doe ik in de emmer. Mijn bak met water heb ik klaarstaan. En daar doe ik exact dezelfde hoeveelheid in. Dit is voor de meeste mensen best wel gevaarlijk, want die denken dat voer, dat verzuip je. Het is heel erg nat, maar door de hoeveelheid pellets die erin zitten, zal dit heel veel water opnemen. En als je het een kwartiertje laat rusten, dan moet dat in orde komen. Ook heb ik de 2 mm Fin Perfect pellets. Voor de Method Feeder hou ik eigenlijk altijd een millimeter van de zak aan. Dus een 2 mm pellet laat ik ook 2 minuten in het water soken. Hiervoor hebben wij de pelletwetter. Deze heb ik helaas niet bij de hand. De pelletwetter van Preston is hier uitermate geschikt voor. Je kan hier simpel je pellets in doen. Omdat we heel de dag vissen, maak ik ook een hele zak aan. Deze zit er mooi opgeborgen, gebeurt niks mee. En die zet ik dan 2 minuten in het water. Dit heeft ongeveer het voer een kwartiertje nodig. De pellets 2 minuten. En dan neem ik jullie graag mee door de setup. En dan zijn we zo meteen klaar om te gaan vissen. De setup die ik vandaag gebruik is heel simpel. Ik heb 2 Supera X 10 voeters. Dit is omdat hier achter mijn eiland bevindt. Dit is op circa 30 meter. En dan heb je ook geen lange hengel voor nodig om verre afstanden te gooien. De condities zijn goed, er staat een klein windje. Dus vandaar de 10 voeter. Onder deze 10 voeter heb ik een Centris 420 molen. Ook hierbij een klein molentje die mooi in balans is met de hengel. Als montage gebruik ik de ICS Flat Method Feeders. De ICS range gebruik ik zelf nu al jaren en ik ben groot fan van deze korven. Deze heeft heel eenvoudig de mogelijkheid om je korf snel te kunnen wisselen. Je haalt het rubbertje eraf, je kan je stemmetje wisselen en je hebt de losse korf. Kan ik een maatje groter naar XL, kan ik naar small, variëren zonder dat ik mijn tuig hoef af te knippen. Onder deze ICS stem zitten de nieuwe inline beads van Preston. Deze hebben een mooi voordeel dat deze vrij kunnen bewegen. Dus als je onderlijn op de korf ligt, kan die alle kanten op, waardoor je een betere aaspresentatie hebt. Wat heel veel mensen nog doen, is het voer om de Method Feeder zelf heen knijpen. Daarvoor raad ik altijd aan om een malletje te gebruiken. Doordat je het malletje gebruikt, zit altijd het voer netjes op de korf en kan je altijd recht blijven gooien. Knijp je het met de hand, is die nooit mooi ovaal en gaat die zweven door de lucht, waardoor je niet direct op je stek kan blijven gooien. Als hoofdlijn gebruik ik de Preston Sinking Feeder Monolijn. Deze heb ik in 2300ste
dit is meer dan voldoende. Ik hou niet van zware lijnen te vissen. En altijd een nylonlijn, zodat je een mooi rek hebt en contact hebt met de vis. Dit voorkomt dat je vis gaat verspelen met een gevlochten lijn waar geen rek op zit. Wat nog wel interessant kan zijn, is de keuze van je pannet. We hebben vele soorten, fijnmazig, grofmazig, latex, gewoon nylon. Voor de method feeder gebruik ik eigenlijk altijd een latex variant met kleine gaatjes. Doordat je vist met de method feeder met een bandje, een spijk, deze blijft hier nooit in vastzitten en kan je altijd verder blijven vissen. Heb je grote mazen, blijf je kwikstop erachter zitten, trek je onderlijn kapot, je baitband trek je kapot, daar zit niemand op te wachten. Dus voor de method feeder gebruik ik eigenlijk altijd een latex fijnmazig net. Verder maken we gebruik van de wafters en de sinkers voor vandaag. Ik zelf geloof niet in geuren, smaken. Ik ben altijd van de kleur maakt het verschil. Een witte pop-up of een witte wafter in dit geval valt meer op als een donkere. Daardoor mix ik ze altijd samen in één potje. Een 6 mm bij 6 mm, 8 mm bij 8 mm. Waarom? Omdat je haak het wafter naar beneden trekt. Vis je met een haak 14 met een 10 mm wafter, dan creëer je eigenlijk een pop-up versie, waardoor je onderlijn boven de bodem gaat hangen. En zo krijg je alleen maar lijnen en zal je nooit een vis kunnen vangen. Inmiddels is het voer nu droog. Ik zal laten zien hoe ik dit uit de emmer haal en dan kunnen we gaan starten met het vissen. We zijn een kwartiertje verder. We hebben ondertussen de setup doorgenomen en nu is het voer ook klaar. De 2 mm pellets zijn geweekt. En deze zijn nu uit de pelletwetten te halen en klaar voor gebruik. Ze zijn mooi zacht, ze blijven goed plakken en ideaal. Zoals jullie net hebben kunnen zien was het voer super nat. Het leek erop dat het niet meer goed kwam. Ik zal jullie tonen hoe dat nu eruit ziet. Mocht dit fout gaan, dan zien jullie me waarschijnlijk op SBS6 bij Lachen om Home video's terug. Maar dit voer is helemaal met water opgenomen. Je kan deze emmer nu gewoon boven je hoofd houden en weer terug. En als je het door de zeef hebt gehaald, is het perfect en klaar voor gebruik. We gebruiken hierbij twee emmers. Ik heb de grove zeef. Voor de method feeder wil ik niet heel fijn grondvoer hebben. Ik wil dat het zwaar is, op de bodem ligt en vandaar de 8 mm variant. En zoals je kan zien zakt het voer er mooi tussendoor. Het is een mooi rulvoer geworden nu en plakt perfect op de method feeder.
sessie loopt goed. We hebben twee mooie vissen gevangen en ik wil jullie graag meenemen in een aantal basistips van het method feederen. Allereerst is het de uitrusting. Ikzelf maak gebruik van de butt gripper. De butt gripper is speciaal ontworpen dat je hengel altijd vast ligt. Bij method feederen krijg je harde aanbeten van een karper en als je er soms niet op zit te letten, dan ligt je hengel in het water. Met deze butt gripper zit hij altijd vast. Deze hengel gaat nergens heen. Aan de voorzijde vis ik met de method feedersteun. Deze heeft een mooie bocht. Dit voorkomt ook dat je hengel niet het water in wordt getrokken. Dus bij een harde aanbeet schuift de hengel naar voren en die blijft altijd in de hoek hangen. Feedersteunen hebben we ook in verschillende maten, lengtes. Ik zelf kies altijd voor om zo kort mogelijk te vissen. Dit is simpel de reden. Hoe korter die is, hoe stabieler die is. Als jij beweegt op je kist, dan blijft mijn hengel nu mooi recht liggen. Als ik een langere feedersteun gebruik en ik ga zelf een stukje omzitten, gaat altijd de hengel heen en weer bewegen. En zo kan je een aanbeet missen. Qua method feederen zijn er een paar basistips die echt heel belangrijk zijn. Een method feeder gooi je altijd in op de clip of je zorgt dat deze geremd wordt. Dit heeft de simpele reden dat als je method feeder gevuld is en je hebt hem op de clip staan, dan zal de korf altijd zo het wateroppervlakte raken en naar de bodem zinken. Hier zit dus je onderlijn, je haakaas en dit ligt perfect als een valletje klaar om een vis te strikken. Gooi jij de korf zonder lijnclip in, zal deze altijd zo het water ingaan. Als die zo het water ingaat, komt het op het wateroppervlakte, waardoor de helft van je voer al verdwenen is voordat deze de bodem raakt. Dus daarom is het echt belangrijk de clip te gebruiken. Met de start van een sessie gebruik ik eigenlijk altijd mijn horloge of een stopwatch. En de gouden regel bij mij is 10 minuten. Dus vanaf de start gooi ik in. Ik laat deze 10 minuten liggen. Heb ik geen beet gehad, haal ik hem binnen, doe ik het opnieuw. Krijg ik aanbeten en ik zie dat dit na 7 minuten is, dan zet ik mijn klokje op 7 minuten. En dan ga ik op 7 minuten ingooien. Want dit is vaak dat de vis beter op de stek komt azen, dat er meer vis aanwezig is en zodat je ook meer aanbeten gaat krijgen. Duurt het te lang, breng je te weinig voer en zal de visplaats zeker verlaten. Ik zelf maak gebruik van twee voerplekken. Zoals ik gezegd heb, ik vis eentje naar het eiland. Dit is meestal de plek waar de karpers huizen en deze voer ik ook aan met de 2 mm pellets. Pellets is gewoon super aantrekkelijk voor een karper en zal eigenlijk altijd vis opleveren. Omdat hier een mooi gevarieerd bestand op zit van karpen, brasem, kies ik er ook voor om één lijn te gebruiken met grondvoer. Grondvoer trekt eenmaal meer witvis aan, brasem, en zo zijn ze dus makkelijker te vangen. Hier kies ik ervoor om het in het open water te vissen. Het heeft geen zin om naast elkaar tegen het eiland aan te vissen met twee voerplekken. Probeer dat zo ruim mogelijk van elkaar te houden. Wat wel belangrijk is, is dat je de stek blijft onderhouden. Dus ook al vis ik met de hengel op het eiland, ik zit nog steeds op de 10 minuten, want de aanbeten kwamen pas na een minuut of 9, dus ik ga dat niet inkorten. Maar bij elke gevangen vis gooi ik ook nog een korf met grondvoer op de andere stek, zodat als daar wel vis zit, deze ook op de plek blijven. Mocht het zometeen bij het eiland stilvallen, kan ik altijd snel schakelen naar een andere lijn en hopelijk ligt daar de vis dan wel. Yeah.
Een veelgemaakte fout gebeurt al tijdens het vullen van de method feeder. De method feeder is ontworpen zodat als je de korf hebt gevuld, dat je haakaas altijd direct boven je pellets ligt. Na het ingooien komt een vis op het geluid af, komt azen en pakt altijd vrijwel je haakaas van de korf af. Dus het is heel belangrijk dat als je de korf vult, of de mal vult, dat deze via de uitsparing naar beneden loopt. Je plaatst de korf recht erboven, zodat aan beide zijdes, aan de achterkant, je onderlijn eruit komt en er weer in gaat. Zo heb je de perfecte presentatie. Waar het nu meestal fout gaat, is als je de korf of het malletje vult en je draait deze. Dus dan komt de onderlijn aan de bovenkant te zitten en dan vul je hem. Dan komt er dusdanig veel spanning op je onderlijn te staan, dat wanneer de pellets oplossen, deze je haakaas altijd van de method feeder afduwen. Zeker op vijvers waar veel gevist wordt, dressuur heerst, is dit echt een heel groot verschil. Het is een kleine tip en het zal zeker meer vis opleveren. We zijn nu al een tijdje aan het vissen. Zojuist heb ik nog een mooie schubkarper gevangen aan het eiland. De dag begon eigenlijk heel goed. Vanaf het eerste moment dat we ingooiden kregen we veel lijnen, veel indicaties en al vlot hadden we een paar vissen. Maar langzaamaan werd het steeds minder. Ik ben wat gaan spelen in de tijden met ingooien. Zoals gezegd, ik begin altijd op 10 minuten. Loopt de beet terug, dan moet je iets gaan verzinnen. Ik ben langzaamaan naar 5 minuten gegaan, kijken of dat meer actie oplevert. Want het geluid van een vallende korf in het water is altijd interessant voor een aanwezige vis. Zodra die dat hoort, is een vis nieuwsgierig, komt die altijd even op je voerplek kijken. Het is niet slecht, maar het is ook niet mega goed. En dat kan te maken hebben met het weer. Het voorjaar laat lang op zich wachten. Het is vandaag een mooie zonnige dag, maar vannacht was het echt heel koud. Er staat een koude noordenwind op het water, wat meestal ook geen goed doet. De brasem heeft al gepaaid, de karper zat langzaamaan tegen de paai aan. En daarom denk ik dat het gewoon wat moeilijker is vandaag. Ik heb wel al die tijd de stek op het midden aan blijven voeren. Dus elke 10 minuten een korf met grondvoer. En dan gaan we zo meteen ook proberen om het laatste uurtje, anderhalf, nog een paar vissen te kunnen vangen. Ik heb veel wedstrijden gevist hier ook. Ik ben hier opgegroeid aan de vijver. Ik vis hier 16 jaar denk ik. In het begin altijd fanatiek karpenvisser geweest. Eenmaal met de method feeder aan de gang gegaan en zo eigenlijk verslaafd geworden aan het witvissen. Deze manier met 2 stekken heeft me al heel veel wedstrijden winst opgeleverd. Puur omdat je je kansen spreidt. Als je 3 uur lang vist, je voert een stek aan, die vis die komt op je stek, die krijgt vertrouwen in je aas. En die blijft daar hangen zonder dat er wat weggevangen wordt. En daarom kan het juist de perfecte manier zijn om juist die laatste 1,5-2 uur op die stek te gaan vissen. En zo hopelijk nog die extra 10-15 vissen te vangen waarmee jij je wedstrijden kan winnen. Ik ga de hengel op het wijd ga ik vissen. Hopen dat er genoeg vis ligt, zodat we snel een aanbeet kunnen krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat ik de eilandstek nu helemaal laat vallen. Ik blijf nog steeds elke 10 minuten daar een korfje gooien, zodat hopelijk de vis daar ook weer terugkomt. Dus mocht het op het midden niks zijn, dat ik altijd weer terug kan vallen op mijn tweede hengel, waar we in het begin altijd goed vis op hebben gevangen. Nou, we hebben de hengel zojuist ingegooid in het midden. Ik denk dat die 2 minuten heeft gelegen. En gelijk een schitterende aanbeet. Dus het werpt zijn vruchten af. Zeker wat we al aangaven. De stek laten rusten. Ja, dat helpt gewoon enorm veel. En zoals ik eigenlijk al verwachtte. Pellets is dé manier om karper te vangen op deze vijver. En grondvoer is toch meer voor de brasem. En je ziet het direct. Een mooie brasem die we vangen. En zo kan je zien
dat deze kleine details vaak een groot verschil maken in je visdag. Het is niet de allermooiste vis, maar toch al gauw weer een extra kilo, anderhalve kilo, die het verschil kan maken. De visdag zit er helaas alweer op. Zoals ik eerder aangaf, hebben we een koude nacht gehad, een noordoostenwind. En dat helpt op deze vijver zeker niet mee. De diepte is hier een meter, anderhalve meter. En dan hebben zulke weersomstandigheden echt wel invloed op het aasgedrag. We hebben bij het eiland hebben we goed vis gevangen in de ochtend. In de middag liep dit sterk terug en zijn we naar de brasemstek gegaan. Hier vingen we eigenlijk direct binnen 2 minuten een mooie brasem. Later op de dag hebben we er nog eentje bij kunnen vangen. Maar ook hier was het resultaat niet wat het moest zijn. Ik heb het nog geprobeerd bij het eiland, maar helaas ook zonder aanbeten. En zeker gezien de tijdstip van de dag lopen hier ook 's middags de aanbeten gewoon terug. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video en de tips die hierin zaten. En graag neem ik jullie mee naar een volgende keer.